Grote delen van het kustgebied hebben last van extreme wateroverlast. Echter gaf de meteorologische dienst gisteren in haar weersverwachting aan dat er matige buien verwacht konden worden. In zowel Paramaribo Noord als enkele delen van Paramaribo Zuid is de wateroverlast nog steeds duidelijk zichtbaar. Verschillende scholen in de diverse wijken moesten hun deuren gesloten houden vanwege het water, terwijl ook automobilisten werden geconfronteerd met autopech. De constante regenval gisteren tot in de vroege ochtenduren zorgde vandaag voor nog meer files in het centrum naar het zuiden. Volgens het ministerie van Openbare Werken is er na lange tijd door zoveel water gevallen, een hoeveelheid van meer dan 100 milliliter water. Het getij is in deze periode vloed. En dat maakt dat het extra water niet kan wegtrekken. De meteorologische dienst waarschuwde dat er voor vandaag nog kans op matige onweersbuien kunnen zijn. Er kunnen nog lichte tot matige buien optreden, naar zeggen van de weersverwachting.